Motorrijden is hartstikke hot. En FC Utrecht klaar voor Feyenoord. Goedenavond, u kijkt naar u vandaag van zaterdag 28 februari. Onrust in een Amersfoortse woonwijk na de vondst van een dode man. Die lag in een garage achter een woning in het Soesterkwartier. De politie en brandweer kwamen gisteravond na een melding naar het huis in de Nicolaas Pienemanstraat en hebben de garagedeur opengebroken. En toen zagen ze de 65-jarige man liggen. Er werd een ambulance opgeroepen, maar de man bleek al overleden. De hulpdiensten en het nieuws over de dode man trokken veel bekijks. Al snel werd duidelijk dat er geen sprake was van een misdrijf, maar dat de bewoner een natuurlijke dood was gestorven. Het is een beurs voor de liefhebber. De Maltabeurs in de jaarbeurs in Utrecht. Maar daar zijn er heel veel van. Tot en met morgen vergapen ze zich aan de nieuwste motoren, demonstraties en heel veel pk's. Volgens de organisatie is motorrijden dit jaar hotter dan ooit. Genieten van blinkende motoren en stoere helmen. Het voorjaar komt eraan en dus loopt Motormin het Nederland rond op de motorbeurs in Utrecht. Bij voorkeur kom je niet met de auto, maar met... inderdaad, je eigen motor. Het jaarlijkse evenement is drukker dan ooit. Motorrijden is hot. Nieuwverkopen zijn vorig jaar gestegen. De pasgeslaagde of de geslaagde voor het motorrijbewijs in de categorie onder 24 jaar is weer sterk toegenomen. Met 56% maar liefst ten opzichte van het jaar daarvoor. En wij merken het. Dit is de start van het motorseizoen. Ja, er is gewoon verschrikkelijk veel animo voor. Mensen hebben er echt weer zin in. Een van de hoogtepunten is een show van een Belgische groep stuntrijders. Drie motoracrobaten laten ons de beurt zien wat je allemaal met een motor kunt uithalen. Ze komen graag naar Utrecht toe. Het publiek is hier heel happy. Iedereen is hier heel uitgelaten om naartoe te komen. En er is ook heel veel belangstelling. Als je heel veel mensen hebt, dan is het ook altijd veel leuker om je ding te doen. Volgens het stuntteam doet de organisatie er alles aan de show zo veilig mogelijk te laten verlopen. Toch ging het gisteren wel mis. Tijdens de show gaat een van de motorrijders hard onderuit en glijdt zijn machine door. Het fragment is door een toeschouwer op YouTube gezet en wordt veel bekeken. Maar geruchten dat de vrouw die achter de boarding stond zwaar gewond zou zijn geraakt, verwijst de organisatie naar het Rijk der Fabelen. We hebben uiteraard uit voorzorgsmaatregelen even de ambulance gebeld, maar gelukkig was er niks aan de hand en heeft ze daarna gewoon weer de beurs kunnen bezoeken en van al het moois binnen kunnen genieten. De shows van vandaag gingen ondanks het ongelukje van gisteren gewoon door. Maar wel hielden de motorcoureurs hun gashendel extra in de gaten. Afblazen is nooit aan de orde geweest. Nee. We plaatsen stalen barrières. Het publiek staat wat verder ervan af met de dranghekken. Dus we hebben het gewoon gelaten zoals het is, ja. En wie nog naar de motorbeurs toe wil, moet snel zijn, want morgen is de allerlaatste dag. Vandaag zijn politieke partijen begonnen met campagne voeren voor de Provinciale Statenverkiezingen 18 maart. Ook in de provincie Utrecht lieten een aantal politieke kopstukken hun gezicht zien. In Montfoort probeerde de VVD stemmen binnen te halen met hulp van staatssecretaris van Justitie Fred Teven en Tweede Kamerlid René Leegte uit Amersfoort. In het Utrechtse Tivoli-Vredenburg was de officiële aftrap van de D66-campagne met partijleider Alexander Pechtold. En Sybrand Buma van het CDA was in het centrum van Amersfoort. Vielen vanmiddag op de A28 omdat er een shovel van een aanhanger was gevallen. De graafmachine met een gewicht van 2,5 ton beschadigde het wegdek. De Rijkswaterstaat sloot een paar rijstroken af om een spoedreparatie uit te voeren. Er raakte niemand gewond. En nog een ongeluk, maar dan met een auto en een vrachtwagen op de A12 bij Harmelen. Daarbij raakte één automobilist gewond. Die zat bekneld en de brandweer moest eraan te pas komen om de bestuurder uit zijn auto te bevrijden. En bij een ongeluk op de Marnixlaan in Utrecht is een fietser zwaar gewond geraakt. De fietser werd gisteravond geschept door een afslaande auto. Volgens een getuige werd het slachtoffer meters meegesleurd. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Na de meters bier tijdens het carnaval is het voor katholieken vaste tijd. En vroeger werd er dan tot de Pasen 40 dagen lang minder gegeten en niet gesnoept. Maar er zijn nog maar weinig mensen die zich daaraan houden. In Oudewater wordt er nog wel gevast, maar net even anders. U vraagt allen, gaat u met mij mee? Het zijn drukke tijden voor pastoor Hupspa. Elke dag houdt hij een dienst waarbij het vaste centraal staat. En over de bezoekersaantallen heeft hij niet te klagen. Vorige week begonnen we met 65.
En vandaag, ik heb ze niet helemaal precies geteld, maar het was weer een hele koppel. Vandaag staat pastoor Spaan in Oudewater. Veel van de aanwezigen hebben het traditionele vasten nog meegemaakt. Niet snoepen, niet roken, geen vlees. Maar er zijn nog maar weinigen die zich daar 40 dagen lang aan houden. Als woensdag en Goede Vrijdag geen vlees. En eigenlijk, de koekjespot blijft helemaal dicht. En eigenlijk eten we ook geen zoetebrood. Dus een beetje. Vroeger had je in de vaste gebeurde er verder niks. Al feesten en zo. Maar tegenwoordig houdt men daar geen rekening meer mee. Zelfs de pastoor niet. Hij vult het vast op een andere manier in. Als ik bij de huisarts in zijn praktijk ga zitten, dan zegt hij: meneer Spaan, wilt u niet meer roken? Wilt u stoppen met drinken of in ieder geval verminderen? Wilt u ook eens wat minder eten? En wat zegt hij dan? Ga eens wat meer bewegen. En dat bracht mij er eigenlijk op. Gewoon ja, met de nieuwe manier van vasten is dus eigenlijk iets gaan doen, in beweging komen. Elke dag na de dienst houdt Spaan een pelgrimstocht en gaat hij een half uurtje lopen met de kerkgangers. Even verderop in het gemeentehuis wordt er ook gevast, maar dan op een meer ouderwetse manier. Wethouder Ad de Recht drinkt samen met nog 10 andere Oudewatenaren de komende 30 dagen geen alcohol. Dat doen we om een signaal af te geven dat je bewust moet zijn hoe je met alcoholgebruik omgaat. En dat kun je het beste doen door dat patroon te doorbreken. Zeker voor mensen die gewoon wel van een glas houden. Het gaat niet om mensen die nooit drinken, maar gewoon kijken wat alcohol met je doet. Terug naar de pelgrimstocht. Die is inmiddels afgerond. Voor pastoor Spaan, niet echt een ochtendmens, zijn deze vroege wandelingen best een beproeving. Hij is dan ook wel een beetje opgelucht als deze vaste tijd straks weer voorbij is. Ik ben straks heel blij dat we met Pasen de vrijzenis gaan vieren en dat we echt op gaan staan. En dat ik dan op tweede paasdag of derde paasdag even uit mag slapen, Jan. Ja, wie nog wil aanhaken, maandag begint de landelijke actie Ik Pas. Een initiatief van de GGD om 30 of 40 dagen geen alcohol te drinken. Sport dan. FC Utrecht krijgt morgen bezoek van een topclub in de Galgenwaard. De mannen van Robbie Alflen spelen tegen het Rotterdamse Feyenoord. In de voorbereiding op het duel tegen Feyenoord is dit het moment van de training. Het hesje en de bijbehorende basisplaats voor Danny Verbeek. Daar heeft de linker aanvaller lang op moeten wachten. Ja, 24 wedstrijden, dus heeft lang geduurd, maar eindelijk is het zover. Verbeek vervangt Tommy Oor. Ja, Tommy Oor is teruggekomen uit Australië en heeft zijn vorm gewoon die hij ervoor had, heeft hij geen moment meer te pakken kunnen krijgen. En Danny daarentegen is eigenlijk in een stijgende lijn vanaf rond de winterstop tot nu gegaan. Had ook nog een prima invalbeurt bij Heracles uit. Dus ja, dan is het gewoon een keertje wisselen en dan is Danny aan de beurt. Willem Jansen keert terug naar zijn schorsing. Hij zag Feyenoord donderdagavond in Europees verband verliezen van AS Roma. Wij moeten wel gebruik maken van misschien net dat mentale tikkie dat ze hebben gehad. En goed, daar zullen we zelf gewoon heel goed in moeten zijn. En dat tikkie komt misschien wel van de voet van Verbeek. Danny is natuurlijk heel seizoen al aan het worstelen eigenlijk met blessures. En nu is hij de laatste week is hij fit, wordt hij steeds frisser. En hij is aan het trappelen om zich te laten zien. En we zullen hem zeker op gaan zoeken en hem het vertrouwen geven. En ik heb heel veel vertrouwen in dat hij een mooi debuut of een mooie rentree gaat maken. Het is natuurlijk leuk dat ik eindelijk mijn basisdebuut mag maken voor Utrecht. Alleen, we moeten er ook niet te zwaar aan tillen. En het is gewoon, het gaat om het team. En wij moeten zorgen dat we een goed resultaat boeken. En dan is het heel fijn dat dat met mij mag zijn. Maar dat trainingssessie, dat doet Verbeek voorlopig nog niet uit. Ik kan hem zondag ook niet aanhouden, dus hij zal toch een keer uit moeten. Ja, morgen mag Verbeek gewoon beginnen in zijn wedstrijdshirt. En of hij gaat scoren, dat hoort u natuurlijk morgenmiddag live bij ons op Radio M bij namen en rugnummers. U krijgt tot slot nog het weer van mij. Vanavond en vannacht regent het van tijd tot tijd, een minima van 5 graden. Morgen komen er ook buitjes voor. Verder staat er een stevige wind en de temperatuur komt dan uit op een graad of 9. Tot zover. Morgen om 5 uur zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan. Fijne avond.